Goedemiddag. Goedemiddag, alles ladies first. Ja. Ladies first, kijk, ik word je mag gaan. Ik moet beginnen, geloof ik. Krijgt Frankrijk meer ruimte om aan zijn begrotingsdoelen te voldoen na aanslagen in Parijs? Nou, kijk, de Fransen voldoen aan het feitelijk tekort, niet aan het structureel tekort. Althans niet aan het beoogde verbetering van het structureel tekort, maar wel aan het feitelijk tekort. Dus de commissie is van oordeel dat ze nu broadly compliant, dus in grote lijnen, voldoen. Maar dat ze wel moeten opletten. Ja, wat de impact gaat zijn van extra investeringen in veiligheid, kunnen we gewoon nu niet overzien. Ik bedoel, dus de Franse regering heeft daar aandacht voor gevraagd. Ik weet niet wat de bedragen dan zijn en in hoeverre dat problematisch gaat zijn als je naar de tekortnormen gaat kijken. Vaak kijken we bij dit soort dingen ook alleen maar terug. En op dit moment kunnen we het niet met zekerheid vooruitkijken. Dus het is echt heel moeilijk om daar iets over te vinden. Wordt het niet een probleem als er telkens weer een nieuwe uitgavencategorie wordt gevonden die in aanmerking komt voor flexibiliteit in het stabiliteitspact? Wordt het pas langzamerhand die tijd om gewoon het hele stabiliteitspact maar terzijde te leggen? Nou, als we dat zouden doen, dan zou die discussie opkomen, maar dat doen we zeker niet. Kijk, zoals u weet staat er in het pact de mogelijkheid om bij bijzondere omstandigheden, bijzondere onvoorziene omstandigheden, buiten de directe invloedssfeer van betrokken regering, daar kan de commissie rekening mee houden. Vaak doet de commissie dat dan ex post, dus achteraf, als dan de begrotingsregels zijn overschreden, kan de commissie zeggen, nou in deze bijzondere omstandigheden verbinden we daar geen gevolgen aan. Zo zal het hier ook gaan. Zoals u weet, bij het vluchtelingenvraagstuk heeft de commissie ook gezegd, nou we gaan het per land, en niet structureel en voor alle landen, maar per land, per jaar dan bezien. En dat zullen we ook ex post doen, dus terugkijkend. En we zeggen niet bij voorbaat al, nou alle uitgaven op dit gebied staan buiten haken. Dus ik denk dat dat een verstandige werkwijze is. Maar heeft Frankrijk dus vorige week hier al aandacht voor gevraagd. Heeft u al signalen gekregen van België? Want die zijn nu ook druk bezig met geld uitgeven voor veiligheid. Nee, ik heb geen signalen gehad van België. Maar je moet toch ook wel in proportie zien. De bedragen die ik tot nu toe hoor van landen die extra geld uitgeven aan veiligheid zijn nu ook niet zodanig dat begrotingen daar structureel van de rails raken. Dus nogmaals, het is gewoon echt te vroeg. De bedragen die ik tot nu toe hoor zijn niet totaal ontregelend of zo, dat daardoor het hele pact wordt ontwricht, dat geloof ik. Wat gaat u vandaag aan uw Portugese collega? Ik weet niet eens of dat een collega is of een ambassadeur, maar wat gaat u hem vragen? Ik geloof dat de Portugese minister komt, dat heeft ze me nog ge-sms'd. Zij is... How good is your Dutch? Goed. Ah, heel goed. Gevaarlijk. Dus dat is mijn informatie. Zij is natuurlijk op dit moment een soort demissionaire staat. Ik heb net begrepen dat de Portugese president de leider van de socialisten heeft gevraagd een regering te vormen. Nog niet. Oh, dat begreep ik dat hij dat had gevraagd. Dus dat wachten we allemaal maar af. Het probleem met Portugal is nu dat men de zittende regering ook geen ontwerpbegroting heeft ingestuurd. En dat is wel een kritisch punt. Want dat is niet conform de regels. Je moet zelfs als je demissionair bent of midden in een verkiezingscampagne zit, moet je een ontwerpbegroting insturen. En dan kan natuurlijk na de verkiezingen kan er dan een aanvulling daarop komen van een nieuwe regering, een nieuw regeerakkoord. En dat is in deze situatie niet gebeurd. Dus dat is wel echt een bijzonderheid die niet conform de regels is. Gaat u daar vandaag als Eurogroep voorzitter op aandringen? Gaat die begroting nu alsnog komt, ook al is dat mosterd naar de maaltijd. Ja. Ik denk dat de commissie daarop aan moet dringen. Maar of dat nog gaat gebeuren is natuurlijk de vraag gegeven de stand van de formatiepoging in Portugal. Dus u gaat de minister niet op aanspreken? Wij gaan vaststellen dat het zo niet had gemoeten. U bent zelf een PvdA-minister in Nederland. Is dat een probleem als een Portugese socialistische regering komt nu? Is dat een probleem? Ja. Nee, de uitkomst van verkiezingen zijn nooit een probleem. Ook geen bezwaar als het socialistische regering komt in Portugal? Nee. U vraagt of ik daar een bezwaar tegen heb. Ik zou niet weten welk. Maar als voorzitter ben ik volstrekt neutraal in. Dus wij wachten gewoon af wie de regering vertegenwoordigt van elk land na elke verkiezingen. En daar werken wij goed mee samen. Ik heb daar geen voorkeur in. Persoonlijk wel, maar niet als voorzitter. Oké.
Laat ik het dan anders vragen. Vreest u niet dat net als begin dit jaar met Griekenland er weer een situatie ontstaat met een lidstaat die het al moeilijk heeft, die opnieuw de stabiliteit van de eurozone kan bedreigen? Ik zou niet weten waarom. Laten we nou eerst afwachten wat het programma van deze regering wordt. Ik heb de leider van de socialisten in Portugal horen zeggen dat ze zich ook zullen houden aan de Europese afspraken en het groei- en stabiliteitspact. Dus daar gaan we gewoon van uit. Ik geloof niet dat we op basis van verkiezingsuitslagen heel onrustig moeten worden. Weet je, het hoort allemaal bij de democratie. Soms is democratie ingewikkeld. Daar hebben we veel voorbeelden van gezien. Maar we laten ons daar niet door ontregelen. What do you expect to hear from Portugal, please in English? The key problem is, as far as the budget is concerned, the Portuguese government has not sent in a draft budget. So that makes it very difficult to discuss the current financial fiscal situation in Portugal. And of course we hope that as soon as possible that they will send in a budget, either this government or the next. Yes, it was my comment, because probably within days there will be a new government. Socialist with communist with left bloc. I can't speculate. The only thing I know is that Portugal either way has to send in a draft budget as soon as possible, and they should have done so already. So already they are late, too late, but they should do so as soon as possible. If that is a new government, that's also fine. De Europese Commissie komt vandaag met een, sorry, komt morgen met een voorstel voor een Europees depositogarantiestelsel. Ja. Bent u blij dat de Commissie dit onderdeel uit het rapport van de vijf presidenten zo gezwind oppakt? Of had u liever gezien dat ze daar wat voorzichtiger mee waren? Het ligt er heel sterk aan hoe het voorstel eruit ziet. Dat heeft ook te maken met wanneer wordt het ingevoerd, hoe ziet het er dan uit. En of het gepaard gaat met een agenda van risicoreductie. Dus dit gaat heel erg over risicodeling. Samen opvangen, een soort gezamenlijke verzekering voor de deposito's. Samen opvangen van risico's. Maar vanuit Nederland, maar ook als aankomend voorzitter van de ECOFIN, heb ik gezegd, de enige manier waarop we dit dossier ook maar enige kans op succes hebben, is als we het verbreden. Dus als we alleen maar steeds praten over hoe kunnen we de risico's verplaatsen door Europa, dan zal er weinig enthousiasme zijn. Als we het gepaard laten gaan met, we gaan ook de risico's terugdringen, dus dat gaat over een hele reeks aan onderwerpen die nog open zijn in de bankenunie. Van deferred tax assets tot de behandeling van sovereign bonds, dus een staatsobligatie van het eigen land op bankbalansen. Het vaststellen van de leverage ratio, de kwaliteit van de MREL, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als we die ook allemaal in één pakket kunnen stoppen, dan is er voor iedereen een voordeel te behalen, alle landen. Zolang spreiding en reductie van risico samengaan, heeft u er niets op tegen dat dit ook snel wordt aangepakt? Zolang die twee samengaan, zie ik een kans om politiek verder te brengen. Als het alleen zou gaan over een Europees DGS, dan verwacht ik dat er een aantal blokkades op tafel komen. Maar als de agenda wordt verbreed, dan denk ik dat er het mogelijk is om een paar belangrijke politieke compromissen te bereiken. En daar gaan we ons dan als voorzitter van de ECOFIN voor inzetten. So you can ask you a question in English on yes. French budget and others. Do you think France and other countries should get some leeway, some budget leeway for security, unforeseen security expenses? Do you think today will be a decision on this? No, I don't think so. I think there will be a lot of sympathy and solidarity with the French situation, also with the Belgium situation. Mm-hmm. Today we will discuss the draft budget for France and Belgium. They're sort of in the same category. They are broadly compliant, so there is no urgent situation to take a decision on this now. And I think this is one of the issues where the Commission can assess later on whether there are exceptional circumstances. You know, in the treaty we have a title which says in case of exceptional circumstances which cannot be influenced by the country itself, by the government itself, then the Commission can take those into consideration. This will be done with hindsight, so looking back.
And so the question is not really relevant at the moment. It may become relevant looking back, when we look back at the budgets in a year's time. Do you think, judging from recent events, that there are grounds to give this, to use this extraordinary circumstances clause? Well, I think, you know, there are different grounds on which these exceptional circumstances can occur. Of course, the current security crisis could be one of them. But it very much depends on the kind of investments that are needed, the kind of extra expenditure that France or Belgium or any other country would want to do, and whether that would interfere with the fiscal rules. And it's really much early to say. So it's been flagged, it's on the agenda. Let's see whether it becomes an issue, whether it becomes a problem at all for these countries. Nog één vraagje. Is er op enig moment overwogen om deze raad vandaag uit te stellen, te zeggen van misschien kunnen we beter wachten tot de veiligheidssituatie in België tot rust is gekomen? Nee, we hebben gisteren gewoon het oordeel van de Belgische autoriteiten afgewacht. Ja. Dus we kregen gisteren al heel veel vragen, gaat het wel door, gaat het wel door. Maar voor ons natuurlijk leidend wat de autoriteiten hier in Brussel zeggen. En uiteindelijk is aan het einde van de dag het groen licht gekomen, dat het door kon gaan. En ik vind dat dit soort vergaderingen gewoon door moeten gaan als dat maar even kan. Mm-hmm. Of niet dat we dingen moeten gaan afblazen terwijl de autoriteiten zeggen het kan doorgaan. Dus daar ben ik blij mee. Dat groene licht, is dat gekomen van de raad hier of is dat van de Belgische autoriteiten? Eerst Belgische autoriteiten en daarna ik geloof dat de secretaris-generaal van de raad heeft laten weten dat alle vergaderingen door zouden gaan. Alle essentiële vergaderingen. Oh, oké. Okay. Dus in die categorie zitten wij dan blij mee te zijn. Ja, ja, ja. Heeft u zelf al iets gemerkt bij binnenkomst aan bewaking, gekke dingen? Nee, niks gemerkt. Nee. Ja, het is rustig op straat. Dat is Oké, tot ziens. Bedankt.